In mijn allerjongste jaren als werknemer werkte ik samen met ene Wan. Wan was een Chinees en er was werkelijk niemand die zo hard werkte en zo ambitieus was als Wan. Wan was een hoogvlieger, een belofte. Hij incasseerde het vetste salaris en de mooiste bonussen. Op een dag begonnen we samen aan een monsterklus. Wan had de lead. En ik verwachtte, wederom, totale focus en lange dagen van Wan. Maar nee, Wan was vastgelopen. En na wat onderzoek van mijn kant, ik was nog jong, dus ik had niet veel mededogen met anderen, bleek dat Wan zich had verloren in online gaming. Dat was toen net nieuw. Ik vertelde het aan mijn hoogste baas en binnen een week was Wan weg. Mijn schuld. Ik zou het nooit meer zo doen. Wan is uiteindelijk een van de motivaties voor mij om altijd op zoek te gaan naar de casus achter de failure. En inmiddels weet ik beter. De verslaving van Wan was het contragewicht van zijn succes. Iedereen die functioneert op het hoogste niveau heeft kenmerken die overeenkomen met die van een verslaafde. Obsessief zijn, risico's nemen, scoringsdrang, nooit tevreden, altijd op zoek naar die rush. Inderdaad, lonende eigenschappen en latent gevaar om verslaafd te raken. Wan had natuurlijk nooit ontslagen moeten worden, maar gesteund in het resetten, en dat woord bestond toen ook al, in het resetten dus van zijn drive en in het opnieuw focussen op zijn constructieve talenten. Later zocht ik Wan weer op. Hij nam het mij niet kwalijk, want waar Wan mijn motivatie was om steeds op zoek te gaan naar de casus achter de failure, daar was mijn verraad voor Wan zijn wake-up call geworden. Hij ging terug naar China en werd uiteindelijk CEO van een online gaming platform. Als in iedere CEO een verslaafde schuilt, dan zit er in veel verslaafden een verscholen succes. Reset je drive. No bullshit. Ik ben Hans Ruinemans. Boardroom Monk. May you be truly happy.